Ja, van de grootste reden waarom ik zelfstandig geworden ben, toen hier, is omdat ik niet zo heren gezegd word wat ik moet doen. Allee, en dat is misschien wel een constante in mijn leven, dat ik dat eigenlijk niet kan verdragen. En dat zorgt misschien wel voor, ik ga vrij op een discussie, als er iemand hem boven mij staat, word ik zeer rap kriegelig. En dat zorgt misschien wel voor boegement of zo. Waarom dat niet trappen blijven trappen, anders op het. Dus ze kunnen hen een boos boven nu? Nee, ik vind dat vrij moeilijk. Ik heb dat ontdekt dat dat eigenlijk voor mij vrij moeilijk is. Ik heb zeker niet ontstaan gelukkig, een tiendeel. Maar ik kan dat vrij moeilijk tekenen. Dat zou wel een psycholoog zal zeer wel iets kunnen zeggen. Waarom dat is. Maar van het middelbaar wat dat ook al. Ik kan het vrij moeilijk verdragen dat iemand zegt, en nu moet je dat doen. Toen pees ik, ja maar waarom? Waarom moet ik dat doen? Ja. Ik loop het zo liever met mijn kop tegen de muur door mijn eigen, met zijn inschattingsfouten, dan dat iemand zegt wat ik moet doen en dat ik daar ongelukkig van word. Ja. Ik word liever ongelukkig van de ding dat ik zou zijn misbeslist. Omdat je toen weet, anders zou je ook zo kunnen afvragen, ja maar ja, had ik het anders gedaan, snap je? Dus, ja. Voor mij werd dat beter. Het maakt eigenlijk een beetje een eigen wereld. Ja, ja. Waarin dat ik mensen uitnodig, dat ik denk van kom op binnen, het is oké. Okay. Het is voor iedereen oké. Okay. Ik ben er een keer wel, want dat je niet familie is. Het is dat ik met je wil zeggen van kom op binnen, zeg maar wie dat je zit. Het is vrij goed. Wil je babbel? Vrij goed. Wil je niet babbel? Geen probleem. We moet hier zitten zolang dat je wilt. Ik ga niet heel snel zeggen, kijk, hoeveel je ontdrokken en al, dat doe ik niet. Ja, ja. Omdat ik dat eigenlijk vooral belangrijk vind dat je iets creëert. Natuurlijk is dat iets dat je zelf ook leuk vindt, hé. Anders kun je dat niet maken ook. En dat mensen kunnen toekomen en denken van, oh ja, het is wel tof voor even te vertoeven of zo. En toen eventueel weggaan naar de orde van de dag of zo. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel vrij leuk aan horeca, dat je dat kunt geven. Ja. En wat is er toen een betere plek dan een, bijvoorbeeld een cafeetje of een plek elke keer dat je kunt, dat is net wat dat mensen kunnen landen ofzo. Dat vind ik vrij tof aan horeca. Ja, ja. Sowieso, je zit hier in een rustus, een ontrustus. Ik ben ook zo'n vrij geïntrigeerd door oude gebouwen. En zeker like, rustus, een klimiet, een school, waar dat heel veel mensen samengeleefd zijn. Er veel mensen gestorven zijn. Allee, dat klinkt nu huber, maar ik vind dat nu niet huber. Ik wil maar zeggen, dat zijn plekken die heel veel energie nodig hebben. Er is gebeurd tussen al die muren hier. Ik vond dat super interessant en ik vond dat een soort van privilege om te ontmoeten hier iets te doen. Dus ik zou ook vrij zot vinden dat je die sfeer heel ontkent ofzo. Dat je dat hier nu heel strak zou maken. Allee, dat kan ook tof zijn, maar dat ik niet. Dus ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik wil dat niet, maar kan dat ook niet. Dus toen denk ik, ja, moet je iets doen dat je wel kunt, of dat je peester kunt. En waarom ook de, ja, dat wil ook ik. Allee, ik ga nooit geïntrigeerd zijn door een nieuw gebouw. Kan ik wel dan naar luisteren en denk, ah ja, dat heb ik goed gevonden, maar dat raakt me niet. Maar een rare foto bijvoorbeeld, raakt me wel. Of iets dat ik vind op de rommelmarkt, op de chacosse.
met een oud boodschappenlijstje, raakt mij wel. Ik had die chakosten niet kwijt, maar ik pik dan dat boodschappenlijstje eruit. Allee, zo'n ding, dat raakt mij wel. En ik heb een vrij melancholische kant, de rest. Dit wordt die foto door. Kijk, verhaal van die foto. Dus, eigenlijk heb ik die foto, dus een kleine foto aan Teuren en Toekske, ik gevonden op de Rommelmarkt hier op Sint Amanspleintje. En dat zat in een kaderke. En ik vroeg aan die mevrouw, ja, of je lijst, ik vond dat kaderke vrij lelijk, maar ik wilde die foto. En ze zei, ja, was het 15 euro? Ik zei, ja, eigenlijk wil ik die foto. Ja, voor lijst voor die foto? Ja, die foto, ja. Ze vond die foto niks. Maar ik was vrij geïntrigeerd door het meisje, dat meisje met krulletjes en die zwart doen. Zo, dat zo. Ik was echt gepakt, dat was zo schoon. Hoe stel ze zich nu uit, zo schoon. En wat is het verhaal van dat meisje? Wat ik direct zoiets van, wie is dat en wat is het verhaal? En dat ze zich verliefd zijn op die coureur en al. Dus ik had die foto gekocht. Kan ik zoiets van, ja, als ik mijn eigen plek vind, dan had die, dat is voor mij begin. Begin van het cafeetje of zo. Omdat, ja, dat ging dan toevallig ook over fietsen, maar eerlijk gezegd, was dan misschien het minste. Gewoon het idee, dan, dus, ik vind dat machtig, ik heb ook jeugdherinnering aan, dat je zo het wielerwedstrijden of het voetbalding, iedereen wil toen in die foto staan. Zo. En toen heeft die een die eigenlijk gewonnen heeft, die stond wel vrij beschouwd en ze had allemaal oude mensen bij, dat die precies niet kent. En toen zo jij een meisje. En toen heb ik die foto gepost op mijn Facebookpagina, dat was redelijk in het begin. Dat baars kleine stond, ik was nog zelfs niet open en ik dacht, ik ga iets doen, ik ga die vrouwen zoeken. Dus ik heb dat op de Facebookpagina gezet van Baars Klet en hij zei van, oké, wie is het meisje met de zwarte krulletjes? Kracht van Facebook testen. En hij had 2 weken geduurd en we zijn gevonden. Dat is Patricia van Wakken. Van Wakken. En zij is hier ook geweest. Het was echt een fantastisch moment. Ze kwam hier toe en ik haar, ja, ze is ondertussen in de 50. Ik haar direct herkend. Dat was echt, en ik ging erover bij te bouwen, ik kreeg trouw neer in mijn ogen. Dat was echt fantastisch. Zij kwam hier toe en ik had direct gezegd, oh, ik zei Patricia. Want we hadden gechat ook met elkaar. En toen, we draaien elkaar in de armste vroeg. Vreer hoor, vrij speciaal wat dat doet. En ze kwam hier toen toe met haar mama en haar zuster. Aperitieven. En dat was echt een vreemde man van die moeder stond om te kijken. Wat zit je hier toch? Wat zit je hier toch? En toen zei ze, ja mama, moet je iets zeggen? Eindelijk. En ik kijk toen met Connie. En Connie is een ander meisje die zo achterin. Ging we er toen, ja wist je dat niet, maar pakte onze velo ook. Ik heb met je verliefd heb Chris. Ik ging toen naar de koers gaan kijken. Ik heb dat nooit gezien. Ik heb dat nooit gezien. En ik vond dat zo schoon dat ze als vrouw van het 50 iets moesten bekennen aan haar moeder omwille van die foto. Dus dat was een vreselijk moment. Ik wil echt zo echt de max zijn. Dus daarvoor dacht ik, macht. Zo'n ding wil ik wel helpen laten gebeuren ofzo. Dus dat was echt de max. Ondertussen is Chris hier ook al geweest. Dus de mens die de koers gewonnen heeft. De coureur. De coureur. En ook die foto in door. En maar ik kom er zo'n vriend bij, dat ik heb nog niet gezien en die loopt terug naar die foto. Ik zeg, is Chris. Jok! Die mensen hebben veel vermenigvuldigd. En dat was zijn eerste en jenneste koers dat hij ooit gewonnen. Dus ja, fantastisch hé. En die twee in elkaar, want ik was met mijn romantisch hoofd, dacht toen, ach, wie weet dan die twee elkaar weer vinden ofzo. Nee, maar Patricia ondertussen een nieuwe vriend en mij, wat een vriendin. Hè. Maar ze zijn wel met elkaar beginnen chatten, want Chris is een velomaar en Patricia een kapotte velo. Dus Chris is wel naar Patricia geweest voor die velo te vermaken. Omwille van dat, dus ik vond dat ongelooflijk. Dat bleef mijn handen vervolgen. Wat fantastisch. En toen was Dingske een keer, Nico Matan was hier een keer. En ze was aan die foto kijken. Ah, maar dat Chris? Ik zei, wow, dat bluft maar deuren. Die foto en zo. Het was toen nog een keer iemand die zei, ah, maar die mensen die toch staan, die hebben straat gewend. Het is vrij raar. Dus ik denk van, ja, die foto mag nooit weg. Dat is zo speciaal geweest. Om, dus voor mij was dat wel vrij... Ja. Dus je gaat mee naar je volgende zo? Ik ga sowieso mee, ja. Ik had dat echt beginnen van... ja, ik weet niet. Ik kan er vrij van genieten van zo'n ding. Ik vond dat echt een max. Kijk, ik heb met je met Kortrijk een liefde-haat verhouding. Want
Ik ben hier zo gearriveerd, ik denk een jaar of 9 was, omdat mijn ouders woonden in Zandberg en Arobi. En ik ging om met keer, ging ik naar school gaan in Kortrijk en ik zat in een bijstand in de oude school, dat de kanus zat. En ik heb daar eigenlijk vrij veel... dat was mijn eerste herinnering van Kortrijk zin, dat ik door de Winhardstraat wandel naar de bijstand en dat ik achter het school mijn cent, dat ik kreeg, of dat ik gevonden of kreeg, ik weet dat niet meer, mocht verdoen aan de snoepbakken in bakkerietje in Noek, dat er nog aan is trouwens, de Korenhal. En dat geeft me ook een warm gevoel, als ik door die straat te lopen. En ik ben zeer gelukkig geweest in Kortrijk, maar ik heb wel zeer verdrietig geweest in Kortrijk. Dus ja, je hebt hier veel meegemaakt, de dubbel. Ergens is dat dubbel. Soms is Kortrijk vrij klein, te klein voor mij. En soms wil ik dat toen het wegvliegen. Maar aan de andere kant is het ook wel vrij tof om rond te rijden met je velo en heel snel hey te mogen zeggen aan iedereen. Oh, hey, dat is echt een dorp. Ik is een dorp, zeker mensen rondom het centrum of één. En dat is zeker zijn voordeel, zeker en vast. Dus dat is dan de liefde. En soms is het een beetje te Kortrijkstrijk of zo, ik weet niet. Ja. Ik weet het niet. Misschien moet ik af en toe een keer uitbreken of zo. Kijk, soms wel een keer de neiging voor ik het zeggen van echt. Fuck off, ze hebben een klein provinciaal nest. En maar zo. Oh, kronken. En dat vind ik ook echt, dat Kortrijk ook echt is. Zo, alleen maar ja, wat is Kortrijk? Ken ik het niet, oude mensen in het Kortrijk? Alleen zo dat hij. Ja, dat houdt over een sfeer of zo. En wat ik wel vrij zot vind, like, van de zomer, en dat zou ook wel door corona zijn, maar doordat er heel veel mensen van het binnenland, dus van België, Belgische toeristen in Kortrijk terechtkomen. En die zijn uber positief over Kortrijk. Maar echt zo ongelooflijk. Dan kijk ik bezig. Okay, maar die komt hier toe en die zegt, amai, zo gezellig en leuk en overzichtelijk en historisch en artistiek en origineel en creatief. En ik pees, wauw, dat is wel wat city marketing, dus zijn werk, pees ik toen. Op zich, ik ga dat niet overklaan, want ik kreeg daar ook wel, allee, ik heb dat financieel voor mij, of allee, is dat zeer interessant. Ja. Wat er veel komt van. Ja. Maar... Soms kun je dat wel deuren. Als je zelf in Kortrijk woont en al lang in Kortrijk werkt, of zo, dan kun je dat ook wel een beetje deuren. Soms is dat ook een schone affiche. Soms is Kortrijk ook een schone affiche. Dus ik vind het vrij jammer dat projecten like hier, dat verdwijnt. Dat ze blijkbaar rond tafel gaan zitten, en, maar dat is politiek bezig, of ben dat zeer, dat ze rond tafel gaan zitten en zeggen bijvoorbeeld, ah ja, dat hoor, ja, we gaan daar een duursteek maken, we gaan meer groen creëren, en we gaan dat ook eens zeggen, dat we meer groen in de stad willen, en we gaan dat een plaats met, en we gaan dat iets nieuws hebben, en we gaan... Het is zo, ja, ik had er allemaal wat verstaan, dat had er allemaal wat vrees wat tof uitzien en proper, maar er staat hier wel een gebouw, dat bij stevige, het is er niks mis mee. Laatste deel zijn gebouwd in de jaren 80. In het moment dat ze nog gebouwen maakten. Dat gebouw is hier gebouwd met de bedoeling voor hier meer dan 100 jaar te blijven staan. En toen vind ik dat ook zo jammer. Het is niet het schoonste gebouw, maar het is wel een gebouw. En het is wel, er zijn hier mensen aan gewerkt, er zijn hier mensen ingewerkt, er is hier wat geld gekost. Ja, er zijn hier superveel infrastructuur dingen, er zijn veel kleine kamers, er kan hier zeker iets van gemaakt worden, maar het is blijkbaar nooit of heel weinig een prioriteit om daar verder in te denken. Waarschijnlijk is dat dan gewoon omdat dat niet interessant is, je kunt dat niet mee uitpakken ofzo, volgens Zullerton. Alhoewel dat ik denk dat je als stad dat keihard kunt mee uitpakken, dat over prioriteiten leggen. En soms ben ik niet heel mee met de prioriteiten dat die gelegd worden ofzo. Ja. Maar ik ben altijd iets zes, mocht ik in Brugge wonen of mocht ik in, weet ik niet wat, leuk vinden, dan kun je dat vries ook vinden. Allee. Ja. Dus dat is wel een beetje... Ja. Pesa Kortrijk gezegend is met heel ondernemende en
creatieve geesten, heel veel. En dat de mensen die Kortrijk besturen of zo, soms niet inzien hoe ongelooflijk fantastisch dat is. En dat dat niet is omdat het goede city marketing is, maar dat dat een werk is van jaren verre, van onderuit. En ik geloof ook zijn dingen die van onderuit komen en niet van dingen die opgeleid worden. Dus ja, dat vind ik soms een beetje moeilijk aan Kortrijk. Zo. Want ja. En dat ze er wel een beetje support mee komen, of een support, ik zeg niet dat er geen support is, maar mag dat ook wel een keer, dat mag ook wel een keer getwint worden ofzo. Of dat mag ook wel een keer gezien worden, want nu wordt dat veel zo van, amai, Kortrijk een beetje aan het veranderen. Nee, en ze babbelen, want ze komt van Antwerpen. Ja, 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 dat wel, ja, dat is een goede communicatiedienst, weet ik dan. Maar heel veel dingen dat de toeristen tof vinden, en heeft niks met het bestuur van Kortrijk te maken. Het zijn allemaal dingen die van onderuit komen. En soms wordt dat veel gezien door mensen van buiten Kortrijk, maar soms een beetje te weinig van mensen van in Kortrijk. Ja, er zijn vrij veel mensen hier die zelfs dat hier nog niet ontdekt hebben. Nee? Ja, inderdaad. Hebben we, dat gebeurt nog, hè? Dat ja, heel veel. Maar dat dit hier begon met een persconferentie en dan hier een creatief nest worden en al. En het is toch een beetje argwanend dat dat gezien wordt. En in het begin zijn ze misschien een beetje naïef en ofzo. Je gaat opeens, ah, misschien gaan ze dat nu echt doen. Of gaan ze dat echt ondersteunen. Maar het ook zeer rap duren van die persconferentie is voorbij. En dan kan een aanzetting gepasseerd. En toen is dat hier, nobody cares. Hè. Nobody cares. Maar er zijn hier nu fantastische mensen bezig. Hè. Er gebeurt hier fantastische dingen. Hè. Je hebt hier mensen die echt fantastisch werk leveren, hé. Die rennen er rustenskamer zitten. En ja, ik vind dat zo raar. Dat je niet keer komt kloppen van, hé, wat zijn we bezig? Kunnen we niet ondersteunen? Oké, ja, supergoed, dan kunnen dan zeer democratisch prijzen in kamer doen. Echt fantastisch. Maar ja, mijn hoofd soms is, misschien is dat je naïef, hé, van, ja, zeg ik, wat je er nu, allee, ik bedoel, ja. Verstel dat niet, dat je, zoiets, dat je zegt van we gaan hier een creatief nest krijgen. En dat gaat 3 jaar duren en toen gaan we alles plaats met mij. En sorry hartjes. Allee, ik vind dat vrij raar. Ja. Ik wilde dat toen niet, stel je dat toen geen vrouwen bij? Of wat gebeurt er toen met die mensen? Dan kan je toen een keer vrezen van, ah, misschien moet dat wat meer faciliteren als stad of zo. Ik weet dat niet, hè. Misschien is er daar geen tijd of geen geld voor of zo. Dat kan. En ook ja, het dat ik zeg, ik denk dat je ook niet te veel moet leunen op zo'n ding. Want uiteindelijk kunnen de dingen die van onderuit komen, de hoogste zijn de sterkste dingen. Maar als er een effectief ding begint, vind ik dat ook de taak is van de stad. Om dat te zien, ten eerste. En dat de tweede ook wel een soort met je mee fundament te geven voor verder te gaan. Hè. Want uiteindelijk heb je hier mensen die nu geresideerd zijn, die hier nu goed zitten. Maar straks vliegen die er ook buiten. Moet je weer op zoek naar iets. Zie dat er een plan B is of zo. Dus ja, eigenlijk van ja, oké, okay, dus even. Ik kreeg er even een koeken, maar die koek had toen even. Ja, toen moet je het samen zo. Nee. En ja, oké. Okay. Ik vind dan die stad dat wel zo goed kunnen doen. Ja. Zeker even weer. En zeker in aanloop van deze korte culturele hoofdstad. En al die dingen, dat hoort dat ook bij. Het is niet in paradise, fantastisch, maar. De mensen komen vanuit Spanje naar hier en Japan en weet ik niet waarom. Fantastisch, hè? Mag, hè? Maar er zitten hier ook mensen. Allee, ja. Het zijn een beetje, de combinatie van beide is denk ik veel interessanter dan. De krant van West-Vlaanderen. Jij maakt het nieuws.